Boogschutter, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en bied u advies op Facebook en Charlie Angel Tarot op MeWe. Dat is het nieuwe kanaal waar ik ook op zit. Ik heb 6 kaarten neergelegd voor de eerste helft van het jaar en die zijn tarot. En de bovenste kaarten, de verduidelijkingskaarten, dat is Lenormand. En ze zijn van dezelfde kunstenaar Ciro Marchetti. En ook voor de laatste 6 maanden van het jaar. Dit is jullie legging voor 2019. Ik hoop dat het een mooie legging zal zijn. Ik heb ook natuurlijk de tarotstenen, de tarotruïne en een kleurkaart en een engelkaart. Zo, hier gaan we, boogschuttertje. Ik wens jullie fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. En natuurlijk ook fijne verjaardag deze aankomende maand. Voor de eerste kaart hebben jullie de zegenwagen. En de zegenwagen, dat is een kaart. Het kan betekenen voortgaan, want je bent in motie. Omdat het een wagen is met wielen, zo je gaat voort. En je wordt voortgetrokken door de 2 vinksen. Maar in andere kaarten wordt het uitgebeeld als een paard. Paarden, een zwarte paard en een wit paard. Hier zie je ook dat zij bovenop de zegenwagen zit, maar ze hebben geen teugels. Zo, het is eigenlijk, wordt het uitgebeeld dat je goede gedachten moet hebben en dat je met telepathie kan sturen. Zo, gedachten geven kracht. En dat is een mooie gezegde in Nederlands. Maar de kaart kan ook betekenen dat je op vakantie gaat met een auto of iets met wielen, misschien wel de trein. Of je kan verhuizen. Ook heb je de weg en de weg staat voor keuzes. Je hebt meer dan 1 keuze. Je kan altijd blijven, maar je kan ook gaan, bijvoorbeeld. Of je kan naar de wintersport, of je kan als je op vakantie gaat, of je kan naar de zon. Zo, dat is in ieder geval een goed begin in januari en een goed begin van het jaar. In februari heb je de koning van pentakels. Hij is een beetje aan het vervelen en hij kijkt op naar de sterren van, ja, wat kan ik nu doen? Ik ben de koning, ik heb mijn geld, ik heb mijn werk, maar toch inspireert het me niet meer. Misschien ben je al aan het denken of aan het kiezen wat je wilt doen in januari, van wil ik hier blijven of wil ik verder? Maar de koning die weet ook dat hij een goede investeerder is en een goede belegger, waardoor hij dus kan oosten. Maar de seis betekent ook, je kapt met het verleden en je gaat oosten. Zo, misschien kap je toch met die baan of met wonen waar je bent en je gaat een nieuwe baan aan vanwege al je kennis. Het zal waarschijnlijk misschien wel in de financiële sector zijn of iets wat materie is, zoals een stratenmaker of je bent een metselaar en je wilt verder. Je wilt timmerman worden, want dan krijg je nog meer geld. Want de pentakels betekenen wel langdurigheid, duurzaamheid en geld. Zo, als je naar de nieuwe baan gaat, dan kan je weer iets nieuws leren. Want pentakels betekenen ook studie, ook projecten. En dus dan kan je gaan studeren, meer kennis opdoen, zodat je een promotie kan krijgen en je status kan veranderen naar de koning, als je de koning nog niet bent. En je laat het verleden en je gaat studeren en je weet dat op het langere termijn ga je meer geld verdienen met meer kennis en dan kan je meer gaan oosten. In maart heb je de 4 van pentakels en hier zie je, je houdt je geld vast. Maar het kan ook andere betekenis hebben. Misschien ben je wel te gul geweest en ben je nu aan het nadenken, hier met zegenwagen en de koning als backup, van hoe kan ik meer geld verdienen. Want ik vind het wel leuk om mijn geld te
te delen en cadeautjes kopen en bla bla bla. Maar dan ben ik weer wat armer dan de koning. Want van koning naar vier van pentakels te gaan is niet zo leuk natuurlijk. En je bent wel aan het plannen voor de langdurigheid en duurzaamheid. Zo, misschien ben je te gul, misschien hou je het geld vast, ben je niet gul. Maar het kan ook betekenen dat je misschien vastklampt aan routine en standvastigheid, want dat is ook pentakels. Want het is een aarde-element. En als je, dit kan als een persoonskaart zijn, misschien ben je een vrouw en loop je daar over te peinzen. Of je, ja, net zoals ik zei, je bent zorgzaam, want vrouwen zijn net zoals moeders en die zijn zorgzaam. Misschien ben je een zorgzaam type, want de vrouw staat voor sensualiteit, seksualiteit, schoonheid. En misschien heb je inderdaad je geld uitgegeven aan die soort dingen. Of misschien heb je iemand geld geleend en omdat je zorgen maakt over iemand. Zo, het kan jou zijn, maar het kan ook zijn iemand in je omgeving die geld nodig had en die heb je geld geleend. Dan in maart hebben we, of april, hebben we de ridder van zwaarden. Je krijgt nieuws en de zwaarden vertegenwoordigen gerechtigheid. En overheid of instanties. Want ja, net zoals je zegt, gerechtigheid, denk je aan de rechtbank en instituten en instanties. Zo, misschien krijg je nieuws van de belasting, dat je belasting terugkrijgt, omdat dat naast de munten zit, of dat je een kleine bedrag moet betalen. Misschien is het wel wegenbelasting. Misschien kan je ook het nieuws zal in ieder geval vrij vlug zijn, omdat dit de vlugste ridder is van de tarot. En soms zijn de luchttekens ook, omdat ze zo vlug zijn, kunnen ze ook wel dingen doen en zeggen dat er momentopname is zonder na te denken. We hebben de vogels hier erop liggen en dat betekent overleg. Misschien ga je wel met iemand van een instantie iets overleggen. Misschien ga je naar een boekhouder en leg je over van hoe kan ik mijn geld beter investeren en wat kan ik eraan doen om het beter te maken. Dit is overleg. Dit is ook dat iemand het nest gevlogen heeft, maar het kan ook betekenen geroddel, zowel negatief als positief. Nou, geroddel is negatief en overleg is positief, want het is in groepsverband. Misschien ga je wel iets, als je iets hebt met een verzekering of zo, misschien ga je overleggen van hoe kan ik een gezondheidsverzekering bijvoorbeeld, hoe kan ik een betere gezondheidsverzekering afsluiten, wat zou u mij aanraden, wel of niet. En dat is wat ik bedoel met instanties. Misschien ga je wel leren, omdat ik hier al zei, je gaat een cursus volgen of misschien ga je je geld beleggen omdat de munten 4 ertussen zit. Zo, dat is in ieder geval overleg met instanties en je kan ook bericht krijgen van een instantie om samen te komen praten hoe je je geld beter kan beleggen. En dat zeg ik ook omdat in mei heb je de aas van munten en dat betekent overvloed komt naar je toe. Misschien wel een nieuwe baan. Misschien ga je wel voor een bank werken, misschien ga je wel voor de rechtbank werken en dat is een goede salaris. Dat is ook duurzaam en langdurig. En ook omdat je de brief hebt met de zegel, zo dat is een officieel document. Misschien ga je een contract tekenen en misschien ga je toch voor die instantie werken.
Misschien krijg je bericht over geld dat er overvloed naar je toe komt. In juni hebben we gemachtigde. Gemachtigde kan je zien, dat is allemaal over balans. Hier heeft ze één beker en daar heeft ze één beker. En het water probeert ze in die andere beker te laten vallen of overgieten. Zo zoek je balans in je financiën, zeker in de eerste helft van het jaar. Want in juni kan je ook geld verwachten, want dit is de boot van de Lenneman. Misschien ga je ook op vakantie met het vliegtuig, maar de luchtschip betekent overvloed komt naar je toe. Je boot komt binnen. De boten komen altijd binnen in de haven. Daarom is de gezegde, je boot komt binnen. En er zullen weinig problemen zijn, want het is een luchtboot en je bent boven de berg. En als je de berg hebt, dan zie je er ergens tegenop. En dat er tegenslagen kunnen zijn. De tegenslagen zullen heel erg weinig zijn voor jullie. In juli heb je de knecht van munten. Zo hier is het een jong iemand die zal je bericht geven. Omdat het nog een jonge persoon is, wordt het ook gezien als een jonge berichtgever. En misschien is het wel over een hypotheek, misschien is het wel over een baan, misschien is het wel over een hobby. Misschien ga je wel, heb je een hobby dat je wilt uit gaan voeren als een baan. En je krijgt nu de oké van de bank als je moet lenen. Hier heb je ook de berichtgever. Zo, het is een dubbele bericht. Het is een belangrijk bericht. Want de berichtgever is ook iemand die bericht komt brengen. Maar je kan ook op bezoek gaan met deze kaart of je krijgt bezoek. Misschien krijg je wel bezoek van een investeerder of een boekhouder. Jullie jaar draait wel om het materiële en over zorgen. Zorgen voor anderen of iemand die zorgt over jou, over jou. Want dat heb je al in maart en nu weer in augustus. Dit is het kerkraam en dit wordt uitgebeeld met 5 pentakels en een familie. Misschien is dit iemand afhankelijk van jou of ben jij afhankelijk van iemand. Dat is wat deze kaart betekent. Het betekent ook dat je je misschien buitengesloten voelt van een groepje van mensen of een instantie. Want hier staan ze buiten de kerk, zo ze zijn niet in de community. Misschien dit is de man, dat kan ook weer als de persoonskaart gezien worden. Of het kan als mannelijke eigenschappen benaderd worden. Standvastig, de hoofd van het gezin, degene die het geld altijd op tafel brengt of zorgt dat er genoeg geld is om van te leven. En misschien ben je afhankelijk van een man of misschien voel je je buitengesloten van een man. Of misschien voel je je buitengesloten van een man, maar misschien voel je ook, voelt de man buitengesloten. En zo let wel op wat voor jou telt. Als je iemand buitensluit of als hij zich buitengesloten voelt, probeer dan de gelukkige gezin bij elkaar te komen. Wees een gezin, wees bij elkaar. Want dit is ook een kaart van geven. Dat iemand afhankelijk is van jou. Zo misschien is hij afhankelijk van jou. Maar probeer wel op het equilibrium, het balans te vinden. Net zoals in juni. Sluit niemand buiten. En probeer ook niet buitengesloten te voelen. Want jullie zijn een bijzondere teken. Mijn ervaring met boogschutters is vaak dat ze heel goed geleerd zijn. En dat ze ook graag willen leren. En ze zijn harde werkers. En ze zijn heel vaak gefocust op één ding.
zo sluit jezelf niet buiten. En dit lijkt heel veel op de kaart in de Lenneman, de toren. Want de toren in Lenneman betekent ambieus. En dat je gefocust bent op één ding. En dat je jezelf afzondert van de community. Van de mensen om je heen die van je houden. In september krijg je een aanbieding. Dit is de vier van bekers. Dit is de hand die uit het universum of uit de lucht komt. Zo let op, net zoals ik al zei in augustus, let op wat er gebeurt om je heen. En kijk naar wat de mogelijkheden zijn die aangeboden zijn of worden. In augustus en september is het wel heel duidelijk dat de groepsverband heel belangrijk is. Want hier heb je de vissen en de vissen kennen geen grenzen. Zo geef wel je grenzen aan wat je wel wilt en niet wilt. En dit gaat wel heel goed samen met augustus. Want dit is ook groepsverband. Zo, dat zijn twee. Zo, als jij niet degene bent die afhankelijk is, maar iemand anders is afhankelijk van jou, geef je grenzen aan en doe dat vanaf het begin. En ook hier, je kan een goede leider zijn en je kan ook delegeren, want je kan goed in een team werken. Dat is wat de drie vissen betekenen. En de drie vissen betekenen ook, geef je grenzen aan, want de vissen hebben geen grenzen, zoals op het land. En ze betekent ook zakelijk geluk. In oktober heb je waarschijnlijk concurrentie of een competitie. Zoals ik al zei, je hebt augustus en september, zit je in een groep en kan je in een groep terechtkomen om te werken op werk of in een project. Maar dit is niet echt een gevecht. Dat zijn jonge jongens die zijn aan het stoeien met de staven. Want dit is de vijf van staven en dat betekent dat het niet een echt gevecht is, meer als competitie. Misschien ga je leren en is dat wel een uitdaging en ben je... heb je een competitie met iemand anders wie de studie het eerste af heeft. Want dit is de boek en een boek betekent studie, kennis, dingen die je nog niet weet. Misschien zijn er geheimen om je heen en dat wil je dan graag uitvinden. Zo, dat neemt ook wel, dat is ook weer groepsverband. Zo, kijk uit voor roddel en zoek wel de waarheid. Zoals ik al zei, je bent al een paar maanden bezig met concurrentie, competitie en in een groep werken. En hier krijg je recognitie voor in november, omdat je de drie van pentakels hebt. En dat is meestal een apprentice, zo dat is een stagiaire, iemand die leert. En zoals ik al zei eerder in het jaar, misschien ga je leren om jezelf de koning te maken, omdat je wilt genoeg geld hebben om te delen. En dat komt ook naar boven. Zo, voor al je harde werk van de concurrentie in de groep krijg je recognitie. En je krijgt in ieder geval recognitie en erkenning in november voor al je harde werk. Misschien is er ook een feestje om dit te vieren. Want natuurlijk, na al je harde werk, krijg je natuurlijk promotie. En dat zit er dik in, want het ligt ook onder mei. En in mei heb je de aas overvloed met officieel papieren. Bericht van misschien dat je wel een... Als je je examen gehaald hebt aan het eind van de termijn van de cursus... Dat er dan een baan ligt te wachten. Zo, dan kom je weer terug na de afspraak. Zie je? Zo, je bent naar een gesprek geweest in mei. En er werd beloofd als je je examens haalt,
dan mag je, krijg je een baan, zo, dan ga je weer terug, zo, het is weer een reunie. En de tuin betekent ook reunie, want in vroeger ontmoette je de mensen in de tuin en had je feestjes in de tuin. Misschien ga je wel naar een disco of een, iets anders, maar het betekent ook netwerken. In ieder geval iets waar mensen zijn, heel veel mensen, en die leer je kennen en dat noem je netwerken. Maar ook omdat het schuim van de luchtteken is, kan het ook via netwerken zijn via internet. En ook omdat de koningin van Zwaarde, ook een luchtteken, die ligt ernaast in december, kan het ook inderdaad een netwerken zijn via de computer of WhatsApp of telefoon. Want dat gaat nu allemaal via de lucht van satellieten. En de koningin kan wel kil overkomen, want zij is een onafhankelijk persoon, de zwaarde koningin. Zij is de meest zelfstandige koningin, houdt van de luxe kleding. Ze kan ook spiritueel zijn, want de luchttekens staan voor communicatie, wijsheid, gerechtigheid en denken. Dus het woord van de... de letter van, of de letter van het gerecht. En dat kan ook spiritueel zijn, want dat doe je ook in je hoofd en meestal en met de letter uit de boek. En omdat ze blauw heeft, is van de zwaarde en de paarse kleur van spiritualiteit. En deze kaart vind ik zo magisch in deze deck. Het lijkt net of haar kroon haar derde oog is. En soms word je gewoon verblind, alleen maar door dat lichtje daar. Nu is het voor het eerst dat ik haar kroon een beetje van afstand kan zien. Ik vind het een hele bijzondere mooie kaart. Maar ze is ook iemand die is recht voor je raap. En je krijgt wat je ziet. Ze kan ook soms te snel zijn, net zoals die ridder. Misschien... kan ze iets zeggen wat heel scherp is en wat pijn kan doen. Want de zwaard snijdt ook aan twee kanten, hè? En het heeft een punt erop. Maar ze is wel spontaan en ze is speelzaam en ze is een lolbroek. Dat kan zijn. Zij is quick-witted. Ik weet niet hoe ik het beter kan zeggen. In Nederland zeker niet. Maar het geluk staat bij je communicatie. Zoals je aan het netwerken bent, kan je heel goed communiceren. Je bent niet, bent niet op je bekkie gevallen, zou ik zeggen. Dat is wat ik te horen krijg. Want je hebt de klavertjes. Zoals je gerechtigheid of juridisch onderlegd gaat studeren, of als je daar werkt, dan krijg je geluk. Want je bent niet op je bekkie gevallen. Je weet hoe je ijsklontjes aan Eskimo's moet verkopen. Misschien, de zwaarden kunnen ook mensen zijn in de media, op televisie, in de radio, op YouTube, vloggers, bloggers. Maar ze kunnen ook chirurgen zijn, want het is ook weer wat een chirurg gebruikt. Het hoeft niet allemaal juridisch onderlegde kant te hebben, want je hebt ook bijvoorbeeld een kapper en die kan ook heel veel praten en die gebruikt ook een schaar. Maar misschien ken je zo iemand en kan je hartstikke goed mee opschieten en ga je ontmoeten. Of misschien is dat een eigenschap van jou. Als jij goed kan communiceren. Het is wel je tegenovergestelde teken, boogschutter. Want voor tweeling is het de boogschutter en dan is het ook voor de boogschutter de tweeling. Jullie kunnen het over het algemeen goed vinden met elkaar. Want jullie, zoals ik al eerder zei, ik vind dat jullie heel erg geleerd zijn en, of gelezen zijn. Misschien is dat een beter woord. Jullie zijn ook kieskeurig in de mensen
waar je mee omgaat, want jullie zijn zo clever. Dan hebben jullie in de eerste helft van het jaar, heb je de zegenwagen. En die ligt al in het begin. Zo de voortgang, verhuizing, verandering en vakantie is prominent in de eerste helft van het jaar. En zoals ik al zei, ze heeft geen teugels. Ze moet het allemaal in telepathisch doen. En zo gedachten geven kracht. Zeker in het eerste begin van het jaar. De helft. En in, dat is de tarotmening. En in de tweede helft heb je de rat van fortuin. En de rat is ook weer een wiel. Dit is een wiel. Deze is een wiel. En voortgang. Er zit heel veel beweging in jullie. Ja, en dit is ook vooruitgaan, het schip en de vissen. Zo voortgaan is het belangrijke. Ook nummer 10, dat verandert naar een nummer 1. Ik zal nu proberen het zo goed mogelijk te vertalen. En de spirituele berichtgeving op betekenis van de zegenwagen. De zegenwagen betekent uitdagingen, reizen, avontuur en motie. Harmonie is de les van deze steen. Deze steen vraagt je om te focussen op jouw materiële en spirituele werelden. Nou, ik had het er al over met de koningin. De spirituele wereld. Heel mooi. Geef niet toe aan minderwaardigheid of gevoelens van minderwaardigheid over jezelf. En laat jezelf ook niet. En laat jezelf ook niet weggedragen, dat is letterlijk vertaald, weggedragen met illusies van grootheid. Zo, blijf met allebei de benen op de grond staan. Net zoals, net zoals de koningin van aarde. Ze mag dan wel rijk zijn, maar ze blijft wel met allebei de benen op de grond staan. Want zij is iemand van gedachten. Als je de 9 van zwaarden hebt, of de 8, nee 9, dan zit je te veel in je hoofd. Zo, ga niet te veel in je hoofd zitten. En ga je niet fantaseren van, ik ben niet goed genoeg. Want jullie zijn uitmuntend. En wees niet, ga niet naast je schoenen lopen. Want omdat je zoveel bereikt hebt. En dan zegt het, ben je klaar om het leven te accepteren op de terms van het leven? Accepteer jij het leven op de regels van het leven? Dat is wel heel diep en mooi. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dus in andere woorden, accepteer het leven voor wat het is. Met de dingen die de leven je geven en leer ervan en ga niet ergens met je hoofd ergens anders zitten. Zit niet te veel in je mind, in je hoofd. De rat van fortuin. De rat van fortuin, dat betekent overvloed, optimistisch zijn, een kansnemer. Wees voorzichtig met gokken natuurlijk. En optimistisch. Fortuinen zijn makkelijk gespandeerd. Maar niet door de tellers hand. Deze steen onthoudt ons dat orde, de volgorde en orde bestaat. In alles. Onthoud dat
dingen bestaan boven, zoals het gereflecteerd wordt of het wordt weer gereflecteerd naar beneden. Zo wat rondgaat, komt rond. Zit je in de penarie met geld, heb je het even moeilijk, dan krijg je ook weer een betere toekomst. Want alles wat rond is, wat rondgaat, komt rond. Want wat naar boven gaat, dat moet ook naar beneden. En dat heb je, je hebt twee zegenwagens zo. Daarmee ga je voorwaarts. Je blijft in motie. Net zoals de Rad van Fortuin. Is het mogelijk dat de hemel op aarde bestaat? Of heb je het niet, gezien? Zo, ja, de hemel bestaat wel op aarde, maar het is wat jij ervan maakt en hoe gelukkig jij wilt zijn. En om het balans te houden tussen de materie en de liefde. Of emoties, laat het zo zeggen. Zo, ik vind het een hele mooie legging. En de Rad van Fortuin betekent ook niet alleen motie. Maar je bent aan het einde van een fase en je gaat naar een nieuwe fase. Zo, deze is ook een nieuw begin. Net zoals in mei. En het is nummer 1. Zo, dat betekent ook een nieuw begin. En betekent ook vakantie. Ik hoop dat je deze lezing leuk gevonden hebt. Sorry, ik ben de kleurkaarten vergeten. Reinig je lichaam. Je hebt geel. Wacht even. Je hebt geel. En citroenen, die helpen ook om je lichaam te reinigen. En elke ochtend een bekertje warm water met een geperste citroen doet ontzettend veel. En zoals ik al zei, balans krijgen. Het is nummer 22. Ik weet niet of je dat kan zien. Maar 2 en 2 is 4 en dat is balans. Ik lees even een beetje meer over geel. Zo, je kan iets geels dragen, je kan iets geels eten, zoals een banaan of een citroen. In sommige gevallen grapefruit. En dat helpt je met je lichaam te reinigen. Geel helpt bij het zuiveren. Het helpt bij het behandelen van diabetici, maakt de inwendige organen en de holtes schoon. Geel kan verlichten, net zoals de zon. Het is ook goed om te gebruiken bij arteritis. Het kan je bevrijden van gif en zorgt dat je huid er beter uitziet. Reinig de spijsverteringssysteem met gele stralen van licht. Dan kan je ook in de zon gaan staan bijvoorbeeld. Maar kijk uit, want de UWV-stralen die kunnen ook ongezond zijn. En dan heb je de engelenkaart en je krijgt het bericht van de engelen. Harmonie. Je krijgt harmonie als je in balans bent. Zo, zit niet te veel in je hoofd en wees gelukkig. En als je niet lekker voelt, laat je emoties meer zien. Dat zou ik zeggen. Het balans tussen emoties, denken en doen. Dan ben je er. Het is moeilijk, maar dat is de levensles, toch? Ik hoop dat je deze lezing leuk gevonden hebt. Ik vind het heel mooi. En ik wens je goede stappen vooruit en een briljante 2019. En heb een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. Ciao!